Hoe lang is het nog gegaan over die laatste wedstrijd die jullie hebben gespeeld met een heel teleurstellend resultaat? Tot de dag van vandaag eigenlijk. Het is heel erg zuur dat er een interlandperiode tussen zit. En dat je geen tijd hebt om het eigenlijk direct te herstellen. Dus blijf je daar eigenlijk mee zitten. Maar we hebben ons goed vergist in jong Ajax. We kwamen er niet echt doorheen. En aan ons de taak om, om dit seizoen niet meer nog zo'n wedstrijd te spelen. Ja. Beheerst dat gevoel echt dat je het recht wil zetten? Ja, tuurlijk. Iedereen is echt gebrand op vrijdag. En iedereen wil zijn stinkende best doen om RKC een pak slaag te geven. En iedereen is van overtuigd dat het ook gaat gebeuren als we ons spel blijven spelen en niet geforceerde dingen gaan doen. Is RKC, voor zover je dat kan zeggen, misschien wel de ideale tegenstander om dat te doen? Een paar jaar terug nog Eredivisie gespeeld, ja, en kijk waar ze nu staan. Ja, klopt. Het is gewoon op dit moment echt de ideale tegenstander. Ook als je kijkt naar de plek op de ranglijst. En voor ons is het eigenlijk erop of eronder. Als we winnen, kunnen we een beetje bij de subtop aanhaken. Of bij de top. Dat is ook de plek waar wij sowieso met dit elftal en deze jongens gewoon thuis horen. Dus het is in principe de ideale tegenstander om, om weer een goede stap voorwaarts te zetten en een reeks neer te zetten. En vanaf het moment dat jij hier bent gekomen, eigenlijk gelijk een vaste waarde in dit elftal geworden. Hoeveel zelfvertrouwen geeft jou dat? Want dit is wel een stap die je bewust hebt gemaakt natuurlijk. Ja, ik heb deze stap genomen omdat ik het vertrouwen kreeg al van het bestuur en van de trainers. Ook van Harry van der Ham. En die zochten graag een voetballende speler. En dat ben ik wel. En als ik zie dat je dan gewoon goed kan meedraaien en de jonge jongens kan helpen en assisteren, dan is dat alleen maar een voordeel, denk ik. Ja. Leuke groep, hè? Je laat je niet snel gek maken, dat scheelt dan ook weer. Nee, gelukkig zijn er twee grootste klants van het team. Dus, Namen en rugnummers? Namen, Jeroen Loemo en Michael Sekoen. Maar in het veld kun je ze er goed bij hebben? Ja, in principe wel. Af en toe. Hey, over jouw inbreng, hè? Veel aanvallende drang zien we ook in jouw spel. En dat is iets wat ze hier in Dordrecht altijd erg waarderen. Ja, klopt. Je moet wel oppassen op het verdedigende gedeelte. Dat je niet alleen maar voorin blijft hangen, want je bent tenslotte wel een verdediger. Maar het ligt me wel en het systeem ligt me wel. En de trainer en de manier van spelen. Dus in principe ben ik hier wel op mijn plaats.